Assalamu alaikum, goedemorgen jongens. Middag, het is al 1:30, 1:30. De datum weten we niet, onthouden we ook allemaal niet. Hebben we ook helemaal geen interesse in. Ik ga jullie vandaag een klein beetje geschiedenis vertellen over een bijzondere volk. En een loyale volk. Waar eigenlijk de geschiedenis van deze mensen eigenlijk is door Europa in een doofpot gegooid. Deze mensen hebben wij nodig. Dit zijn de Turken. Wie zijn deze Turken? Wie zijn deze Turken? We moeten weten dat de Turken veel hebben betekend voor de islam. Inshallah, als we gaan kijken, is inshallah het paradijs vol met Turken. Waarom zeg ik deze? De Turken, inshallah, is het paradijs vol met Turken. We moeten weten, dan gaan we een stapje terug naar het Osmaanse Rijk. We gaan naar de Seljuken. Na de Seljuken heb je het Osmaanse Rijk. Je moet weten dat het Osmaanse Rijk, de Turken die die tijd toen reageerden, hun levens hebben geofferd voor de islam. Met 10.000 mannen gingen ze dood. De Turkse bloed vloeide over aarde. Om vrede te brengen in de wereld. Hè? Turken, dat soort mensheid. Als ze loyaal aan je zijn, als ze met je afstand, gaan ze dood voor je. Hebben wij gezien, de grootste held in de afgelopen 100 jaar. De grootste held in de afgelopen 100 jaar is die Turkse man. Die Turkse jonge man. Toen ze Cuba opleegden, toen ze Turkije kapot wilden maken. Een paar jaar geleden. Die jongen die opstond. Die generaal kapot gemaakt hebben. Die terroristen kapot gemaakt hebben eigenlijk. Het waren terroristen die Turken wel kapot maakten. En die Turk die zo voor de tank ging, een tank ging over hem heen. Dit is een klein voorbeeld om jullie uit te leggen wie Turken zijn. Hè? Dat zijn Turken van deze tijd. De Turken van deze tijd kun je niet 1% vergelijken met Turken vroeger. Met hun opa's. Dit zijn de kleine kinderen van vroeger. Hè? De kleinzonen van Sultan Abdelhamid is niet te vergelijken met Abdelhamid. Kijk wat deze Turken doen. Er komt een tank en deze zegt, joh, bismillah, Allahu Akbar. Hij legt een tank op de grond en die tank gaat over hem heen. En wat doet moeder? Zijn hersen spat uit de oren. Wat doet de moeder? Is blij. Mijn zoon is naar het paradijs. Begrijp je? Dit zijn mannen. Dit is een voorbeeld van. Dat zijn de kleine kindertjes. Niños, in Spaans zeggen ze kleine kindertjes. Van hun vaders. Wie waren hun vaders? Wie waren hun vaders? De Osmaanse Rijk. Sultan Abdelhamid. Sultan Murad. Sultan Suleiman. Allemaal terug. Allemaal helden waren dat. We moeten weten dat Nederland had de Turken nodig. Want het is geschiedenis wat ze jullie niet leren op school. Was het niet zo dat de Spanjaarden de Nederlanders hebben bedreigd? Met een invasie. Dat ze de Hollanders plat zouden maken. Ze waren bang de Nederlanders. Wat heeft Nederland toen gedaan? Wat heeft de katholieken. Wat heeft Nederland toen gedaan? Nederland heeft gezegd tegen Turkije. Help ons. De Spanjaarden willen ons verpletteren. Wat zegt de sultan van Turkije? Hij zegt. Ik ga jou hulp sturen. Ik ga jou hulp sturen. Hij stuurde. Hele vracht. Kleding. Van het Turkse Osmaanse Rijk. Van de militairen. Hij zegt tegen Nederland. Trek de kleren van het Osmaanse Rijk. En dan blijven de Spanjaarden weg. Ze hebben het Hollands gedaan. Ze hebben allemaal kleding aangetrokken. Van de sultans. Van de Osmaanse Rijk. Dus ze hebben de kleding aangetrokken van de Osmaanse Rijk. Gingen ze staan. En de Spanjaarden zagen nu in de verte. Ze werden bang. Gingen ze achteruit. Alleen maar de kleding. Alleen de kleding van het Osmaanse Rijk hebben de Spanjaarden bang gemaakt. We zien nu Baba Erdogan. Dat is de leider van de moslims. Niet die stinkers anderen. Hij is de leider van de moslims. He? Met dit corona gedoe. Overal in de wereld stuurde hij mondkapjes, medicatie, vliegtuigen, mensen helpen, mensen doen. Zijn wij daar niet? Deze volk dankbaar? Zijn wij deze volk niet dankbaar? He? Altijd als er wat is, staat Erdogan boven vooraan. Ik help. Iedereen. Zelfs een vijand die hem kapot wil maken, Erdogan staat klaar voor hem. Is dat niet zo? Is bekend. Dat is niet verzonnen door mij. Kijk tv, dan ga je zien. Is niet Erdogan diegene die altijd opkomt voor de zwakken? Hè? Is dat niet Erdogan die de terroristen in Libië weg heeft geslagen? Generaal Haftar. Generaal Haftar is een CIA-agent. Is hij dat niet die hem met de grond gelijk maakt? Is Baba Erdogan het niet? Die Azerbeidzjan
hun stukje land hebt teruggegeven, die Armenië hebt afgepakt. Is dat niet zo? Hè? De snelweg die bij ons in Marokko, waar we op rijden, hebben Babu Erdogan voor ons gemaakt. Dus begrijp je? Dus ik heb jullie verteld wie deze Turken zijn. Als ik doorgaan de Osmanse recht en ik ga terug naar de Seljuken, dan hou ik niet op. Ik heb 1 week nodig om te vertellen, maar ik heb jullie een klein beetje uitgelegd wie deze Turken zijn. We moeten weten, ze hebben hun leven, ze hebben hun bloed geofferd voor vrede in de wereld. Overal waar je tegenkomt, Turken doodgegaan. Er gingen gewoon met 10.000 mannen gingen ze tegelijk dood. En nog steeds zijn Turken zo. Zijn het niet de Turken die op de grensgebied van Syrië de terroristen weg hebben geveegd? Hè? Dus we moeten deze Bebe Erdogan, moeten wij dankbaar zijn. We moeten Allah dankbaar zijn. Dat via hem hand vrede kon brengen. Wat moet voor deze man dua doen? Voor Erdogan moeten we dua doen. Wat moet ook voor de Turkse bevolking moeten we dua doen? Dat Allah hun gaat helpen. Dat Allah hun stand vasthoudt. En dat Allah hun land beschermt tegen elke terreur. En tegen elke vijandelijke iets. Wij moslims, voor ons, wij moeten dit doen. Moet. Erdogan is belangrijk. Wij hebben deze man nodig. De hele wereld heeft Erdogan nodig. Erdogan, we moeten eerlijk zeggen. Is een splinter in het oog van Europa. Waarom? De vorige leiders van Turkije, wat deed Europa ermee? Ging hoog houden, spelen als een balletje en mee. Maar nou staat er een man, een soldaat, hij zegt tegen Europa, wat willen jullie? Ik sta hier, is mijn land, ik bepaal wat er in mijn land is. Jij kan niets van mij bepalen, dit en dat. En dan gaat Europa weer leugens verzinnen. Ja, maar dit en dat, terrorisme, terrorisme. De grootste terroristen, terrorisme is Europa. Ze hebben volgens mij in 2 jaar tijd 9 miljoen Joden vermoord. Hè? De Fransen hebben Joden vermoord. De Engelsen hebben Joden vermoord. De Duitsers. Oekraïne, Rusland. Ik heb jullie vorige keer het verhaal verteld. Hè? Dus ga maar kijken in Polen. Auschwitz en al die dingen. Al-Azhar, kun je zien zeg maar, wat de Europeanen bij de Joden hebben gedaan. Maar de Joden waren veilig in Turkije, in het Osmaanse Rijk. Waren veilig in Marokko. Hè? Volgende keer ga ik jullie vertellen het verhaal over Barbarossa. Een held. Een kapitein. Maar ik ga jullie nog een keer wat vertellen. Kom maar hier. Ik ga loop maar mee. Dit, wat ik jullie ga vertellen is ook vooral voor alle moslims. Voor alle moslims is het belangrijk. Kijk, hier, deze, dit is een vlag van het Osmaanse Rijk, dit heeft geen alaka met, dit is echt Turks, dit is islamitisch. Loop die kant op terug. Kijk, ik heb hier nog een vlag, kijk, okay. Overal heb ik deze vlag heeft te maken, heb je hem gezien dat niet? Ja. Deze vlag is islamitisch. Sultan Abdelhamid is van Turks afkomst, maar hij is ook onze leider. Hij was ook onze leider. Je hebt meerdere leiders gehad vroeger. Het kan een Somaliër zijn geweest, het kan een Arabier zijn geweest, het kan een Europeaan zijn geweest. Doet er niet toe. Als hij een leider is, erkennen we hem als leider. Sultan Abdelhamid is van Turks komaf, maar hij is ook onze leider. Wij hebben respect ook voor onze leider. En wij, moslims, elke moslim, Marokkaan, Turk, Hindoestaan, Pakistan, doet er niet toe. We moeten deze vlag verdedigen. We moeten deze vlag verdedigen, de vlag van de vrede. Dus jongens, dit was het vandaag over Turkije. Mogen Allah Turkije beschermen, mogen Allah de Turkse bevolking beschermen. Mogen Allah hun woorden bij elkaar, Allahumma ajma' kalimat al-haq. Allahumma ajma' qulubuhum. En mogen Allah hun beschermen, mogen Allah hun harten bij elkaar brengen. Mag Allah zijn kalimat bij elkaar brengen van alle moslims. Mogen Allah alle moslims beschermen en de hele wereld beschermen tegen de terreur en tegen de terroristen. Amen. Amen, amen. Assalamu alaikum.